Yo mensen van Terrors GamerNL, leuk dat je kijkt naar part 2 van Assassin's Creed Liberation HD. We gaan gewoon weer verder waar we zijn gebleven. Moet ik dat groene dingetje volgen? Oh, moet ik kist oppakken. En ik ben er ook bij. En Tarek is er ook weer bij. Op de achtergrond. Op de achtergrond, net zoals de vorige keer. Zo, Lopen. dat wordt even rustig. 2 seconden. Ja. Voor dat dan. Kijk hoor. Moet het daarheen? Is dat een kampje? Nou, geniaal. Talk to the slaves. Als ik het heel goed uitspreek, weet ik niet. Who are you? Who are you? How did you get past the guards? Get fat, God. We have plenty of trouble here already. Ja, you don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. Het spel ziet er best mooi uit. You won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They are taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Okay. Hier op klimmen. Wat? Oh shit, wat stond er nou? YOLO. Ik weet niet meer wat er stond. Hop, hop, hop. Op het dakje. Vision. Oh, dat is fucking ziek, jongen, als we screen. Ik vind dat fucking mooi. Dat zij op zo'n heel hoog gebouw. En dan. Dan ga je rondom om je heen kijken. Dat is ziek. Oh shit, kart. Oh fuck. Oh shit. Hij gaat me zien, hij gaat me zien. Oh, ik ben net al ontsnapt, denk ik. Wow, yo. Oké, waar moet ik trouwens heen? Waar moet ik daarheen? Hoekwerp. Hup. Daarheen springen, daarheen springen. Dat je ook zo makkelijk kan springen. Hé, hey, er zit iemand. Is dat? Don't be Ze afraid, helpt. Therese. I'm a friend. Nou, we zijn Who vrienden. Did this? Your master? No. This son. Ja, altijd is hij natuurlijk. Please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Oh shit. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Oké. Okay. Spatie. Oh, lol. Hoppa, hoppa. Tok. Oh! Die was ziek, jongen. Hé, hey, moet je. Terugkijken, jongen, dat filmpje. Ik zweer, no. Fucking. Als het gebeurd is, zou ik even kijken. Ieke move, jongen. I can't take no more. En ik ben weer vergeten om mijn stopwatch aan te zetten. Nou ja. Dan wordt de part ietsjes langer. Ja. Nou, als wij Command of Conquer of Age of Vampire, weet toch, van dat spel. Ja. Wil je dit ik je minimaal een paar uur op, joh. Ja. Voordat je klaar bent met de potje. En als jij dan niet stoppert of wat of klokje zo bij je hebt en je let niet op de tijd, dan zit je een dikke uur te filmen. Ja, minimaal. Sowieso.
Daarom ik zelf ook hoor, als ik dit spel bijvoorbeeld ga ik gewoon elke doorspelen. En opeens ben ik een 40 minuten aan het filmen bijvoorbeeld. Of oh shit. Ja, had ik ook eens. Bij Commandant Conquer ook weer Red Alert 3 ofzo, als ik het goed heb. Ja. Ja, gewoon een ziek spel en nou, wat was eens zo'n missie. Twee teams van elkaar aan. En jij zou niet mee mogen bemoeien, dan zou je hun twee op je dak krijgen. Ja, pakken vallen. Uiteindelijk gaat het goed, maar je zit helemaal je basis goed te maken, zo goed te maken, goed leven maken. En dat was aanvallen. Ja. Nou, een half uur ben je bezig met dat ding maken, je denkt dat duurt lang, maar op een gegeven moment, de tijd vliegt maar. Ja, dit is ook een half uur voorbij. Ja, inderdaad. Maar ja, aanvallen joh, ik was er anderhalf uur mee bezig ofzo. Ja. Wait, yo. Ik denk dat we deze part gaan we iets langer maken als de vorige. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to die vorige was 11 minuten of zo. We have no time to lose. What the fuck? Gaan we nou in de spullen gooien? Wat zijn die ratten hier op mijn kamer staan? Heb je het etensbakje weer helemaal omgegooid? Oh. Slim. Ik denk al wat de pak lopen ratten bij jou. Nee, in het huis en muis en zo. Dat kan je natuurlijk. Hier zijn van mijn zus. Die ratten. Alleen ze staan nu echt zo. Stil. En deze zo bang van je tolk. Nog een keer stil. Dus van. Waar loop je nou weer mee te rooien? Ja. Dus dat is al echt al de derde keer, hè? Oh, dat ze een etenbakje omgooien. Epic. En dat is een etenbakje die je hangt. Die hangt, dus ja. Echt man. Moet een outfit kopen. Zo. Ook weer gedaan. Zo, ook 's avonds, jongen. Schrik je dood, jongen. Als het etenbakje valt. Dan schrik je wakker gewoon. Echt niet normaal. Ja, waar ik wakker van schrik als is als de telefoon gaat. Met aanbeld naar die tering, hé. Ja. Yeah. Ik sta meteen recht op in mijn bed, joh. Ja, what the fuck? Echt, hè? Verdomme. Dan ben je wakker. Oké, ik moet hier naar binnen. Au, oh, dat is een mooi huisje. Groot. Dat zou ook wel duur zijn. Hey. Evelyn, late to lunch. Hey Michael. And ja, dag voor jou. Als ik voor Terrace Gamer NL Mental Hospital spelen. Mental Hospital. Ja, dat is een horror game. Ik ga het niet spelen. Nee, hij is fucking ziek is shit, jongen. Ja, dat heb je al vaker verteld. Maar ook als ik aan het filmen ben, dan expres zeggen. Ik ga het dan allemaal niet doen, hè? Ik snap jou wel. Ja, ik wil het op zich doen, maar ik heb er ook alweer zo'n part van gekeken. Dus ik ken het beginstuk ken ik al. Ja, nog één hoor. Het beginstuk alleen. Alleen beneden weet ik niet meer. Nou, het is mooi. Dus dat je bam. Nou, dan ga je eindpaas. Ga je het filmen, toch? Ook leuk. Ik ga wel stop het slender spelen. Stop het slender. Ja, dat kunnen we ook nog doen. Ja, dat kan ook nog. Zo, ik heb tijd geen carries mod gedaan. Zo, ik ook niet. Eens een keer spelen en dan was film of zo. Ja, Dead Run, Sandbox. Valstukjes of zo bijvoorbeeld ook. Die valstukjes erin. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Of stop het slender, joh. Ja, joh, is echt ziek. Geen joh. Hey, een deur, daar moet ik vast in. Ja. Start memories. Ik wil echt dat ze nieuwe amnesia maken. Hoezo? Beter een machine of fucking pig. Ja jongen, dat ga ik helemaal uitspelen in filmen. Ik vind de machine voor pigs niets joh. Ik vond die amnesia de machine voor pigs ofzo. Vond ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik vond het niet echt leuker als Assassin's Creed, als Amnesia is
The Dark the Days kent. Die vond ik best wel beter, want dan had je ook andere versies van zo. Ja, kijk, het was zo, als je iemand uitspeelt, dat je met die custom stories kon maken, die zelf te creëren. En dan kon je gewoon joinen, kon je gewoon downloaden en dat spelen. Dus op zo'n manier kon je altijd scary momenten spelen. En gewoon, het is gewoon een ziek, je kan gewoon shit oppakken. Barrels, pak de barrel op. Oké, ga je zo'n buurtje maken waar je achter kan schuilen ofzo. Je kunt stoelen pakken, je kunt alles pakken wat je wilt. Het is gewoon geniaal, gewoon real. Je kan gauw dingen gauw achter even stoppen, gauw nog een doos neerzetten. Oké, daar sta ik goed achter. Op tinderboxes voor de van die fakkels aan te steken die hangen zo, van de kaartjes. Mm-hmm. En olie voor je fakkel, dat is gewoon echt eerlijk gezegd, het is fucking geniaal. Plus, het is ook fucking scary, denk ik van, kut, hij spint een hop. En dan heb je een motherfucking monster. En dat is natuurlijk ook veel enger. Die jumpscares, fucking eng. Als een monster achter je aankomt, joh, je springt vies door. Ja, ik speel het soms ook hoor, die zoek spellen. Ja jongen, eerst keer toen ik speelde, jongen. Je hebt een beginstuk, deur wat open. Ik had al van, joh, ik keek toch van rage collect. Maar kut, kan je meteen mijn kap, joh. Dat is een beetje denk ik spel. Ik doe eens een keer met jou. Ja, ik heb tijd gespeeld. Laat ik er meespelen. Kom watermonster achter jou. Ja jongen, het watermonster. Oh. Ja, en degene hoe wij hiermee begonnen, was met de survivors. Dat soort slender spel. Ja. Zo begonnen wij naar die amnesie toe. Dacht, hey, ja, eigenlijk wel. Laat ik een keer weer installeren. Dat spel was het ook weer. Ja. Ik moet chancen met de guards, volgens mij ofzo. Homo. Wat nou homo? Ik... en een bijvriend in het spel. Ah, daarom heb je een mannenstem. Hallo, ja. Heb je een wijf en heb je zo'n fucking mannenstem. Hallo. Ik krijg hem op. Ja, ik heb zo'n pakje net van die salmiakpoeder. Dat is toch wel lekker. Wat op met je salmiak? Maar ik plies alles in mijn ogen. Vaal. Hier, zei. Net al je in mijn... Wat was het? In mijn lus gekregen. Kom, we gaan Sandy ook snijpen. Ik moet hem. Oh, Peper, jongen. Hoe heet die? Hoe charm ik hem? Oh, zo. Hallo. May we speak in private, kapitein? Moeten wij naar zijn kantoor? Uh-oh. Waar moet ik hoop dat er geen komt. What the fuck hoort mij dan komt? Ik hoop dat er geen keuken zit in die kantoor. Dat snap je maar. Hey. Nou, dit is niks voor de jonge kijkers. Jullie snappen hopelijk niet. Ja, al lang hoor. Ze snappen wel. Hun zijn niet zo dom. Ja, hoe ze verzetten komen als iedereen. Nou, laat maar dan. Waarom raakt hij mijn neus aan? Stomme dingen. Fuck. Oké, als het iets anders is, zou ik snappen, maar je neus. Kom op, hey. Uit wat voor tijd is het spel? You will not find a better vintage in all of the new world. Dat is van tegenwoordig. Dank dat is heel anders dan vroeger. Ja. Oh, ja, je krijgt alleen de rol als ik aan je neus mag zitten. What the fuck? Hoe kom je daar nou bij? Oké. Okay. Piep, hoor je toetergeluid. Waar moet ik nou heen? Oh, ze zet zo'n money in de pocket, jongen. Moet ik nu doen? Waarschijnlijk hier naartoe lopen. Start memories. V. F. Wat moet ik hiermee doen? Oh! Voetstappen. Oh yeah. Hey, maniak dat je bent. Nee, salmiak. Ja, dat is lekker, hè? Ah, ik vind het niet zo. Ja, met een beetje. Hoe lang zit jij te filmen, man? Nu, denk 11 minuten. Ongeveer. Weer.
Ik ga hem charmen. Hey. Hallo. Oh, wacht. Zo moest dat. Hallo. Ik ga je neuken. Fuck, je gaat nog ook echt. Not. Oké, moet ik hier zijn? Ja! Vis. Zo. Oh jee. Oké, waar ging je heen? Hij liep daarheen. Oké, dan gaan we. Hey, ja, hij is weg. Hey, gozer. Kom eens even. Oh, nee! Ik denk als permanentie of zo. Wow, jou. Godver. Oké, run. Oké. Totdat wij het nog kan slaan in die outfit. Wow, yo. Zo, bang. Bam. Am I not handsome enough for you? Even maar af, man. Vision. Nou, moet daarheen. Oké. Okay. Give Max the good news. Nou, dan gaan we dat eens even doen. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Dankjewel voor het kijken. Geef alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneren. En ik zie jullie de volgende keer met part 3. Mazzel. Yo.